Yo, vriendjes en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool. En vandaag neem ik jullie even mee onder mijn garage, waar die special vehicles staan. Ze staan hier allemaal netjes opgesteld en het zijn prachtige voertuigen. Je hebt er alleen geen puntje aan. Nou, je hebt er veel aan, maar je kan ze niet oproepen in missies. Je kan ze helemaal niet oproepen, überhaupt online. Je moet altijd naar je vehicle store toe en daar moet je ze dan zelf ophalen. Ja. Is een hoop werk en daardoor worden ze te weinig gebruikt online. Maar er is een trucje dat je ze toch op kan roepen als zijn een personal vehicle. Wat moeten we daarvoor doen? Hiervoor moeten we een playlist maken. We maken een playlist en daar doen we één race in. Persoonlijk ben ik nogal gecharmeerd van Down the Drain, de race Down the Drain. Omdat hij lekker in de stad zich eigen bevindt en als je daaruit spont, dan ben je altijd in de buurt en sta je niet aan de andere kant van de map. Oké, deze slaan we op als zijnde een playlist. Vervolgens gaan we met onze voertuig die we willen gebruiken, die we willen kunnen oproepen, gaan we naar buiten. Ik kies in dit geval voor de Ruiner, omdat die, ja, dat is gewoon een hele leuke auto. Oké, deze neem ik mee naar buiten. Momentje, hier, mee naar buiten. Oké, eenmaal buiten aangekomen. Hier, daar zijn we nu. Eenmaal buiten aangekomen gaan we de voertuig vernietigen. Zodat die niet meer op de kaart staat. Oké, momentje. Eerst even kijken of ik geen persoonlijk voertuig heb staan bij Morse Mutual. Momentje, ik zal ze even bellen. Morse, where are you? Oké, even bellen. Nee, inderdaad. Ik heb geen persoonlijk voertuig wat vernietigd is. Ik zal nog even een keertje laten zien dat op de kaart heb ik ook geen persoonlijk voertuig staan. Behalve die auto waar ik nu net met naar buiten ben gereden. Oké, alles is set to go. Vervolgens ga je het voertuig vernietigen wat je mee naar buiten hebt genomen. In dit geval doe ik de Ruiner dus vernietigen. Oké, dat is ook gebeurd. En vervolgens start je de playlist die je zojuist gemaakt hebt met die ene race erin. Check. Playlist, my playlist. Ik heb hem down genoemd. Die gaan we starten. Playlist down. Oké. Wat is de bedoeling als we in de race aankomen? In de race moeten we een persoonlijk voertuig kiezen. Dus wees er zeker van dat je een klasse kiest waar je een persoonlijk voertuig in hebt staan. Ik zet de race op één ronde. Lekker kort. Het hoeft allemaal niet zo spannend. En ik kies voor sports. Omdat ik zeker weet dat ik daar een auto in heb. En nog wel meerdere ook. Want daar staan al die lowriders in geglitcht. Momentje. Kijk, het zou me verbazen als die hem niet zou pakken. Momentje. En ja, inderdaad, de LG Custom Retro, dat is hem. Die gaan we gebruiken. Het maakt niet uit, het mag iedere persoonlijke voertuig zijn, als het maar een persoonlijk voertuig is. Vervolgens gaan we dit rondje afrijden. Dit zal ik wat versnellen. Wil je niet lastig vallen met die hele ronde. Als het rondje voldaan is, helemaal volbracht is en je bent bij de finish, dan zal die een overwinningsscherm geven. Vervolgens zal hij daarna nog een overwinningsscherm geven. Dat is van de playlist zelf. En vervolgens word je dan teruggestort naar GTA Online. Ik speel het zoals gezegd allemaal wat versneller af. En met je geduld, AUB. Nou, fantastisch. Nu kunnen we straks zo dadelijk onze personal vehicle opvragen. En dat zal dan blijken dat onze Ruiner is. Ik zal het je laten zien. Online aangekomen. Vehicles, request personal vehicle. Nou, dat gaan we doen. Request personal vehicle. Wacht tot die bezorgd wordt. Spannend momentje, tromgeroffel. Daddy cool, is het gelukt? Spannend. Ja, daar staat een auto, kijken. Yo, daar staat hij in de verte. Onze Knight Rider, onze kit. Onze Ruiner 2000. Ja, dat is hem. En nu kan je hem dus gewoon online gebruiken. Je kan hem mee rondrijden, je hoeft hem niet meer op te vragen. Je kan voor sessie wisselen en die auto blijft gewoon bij je. En je kan hem iedere keer opnieuw opvragen. Oké, maar nu komt het spannendste. Je kan deze Ruiner ook gebruiken in missies. Let op, niet in heists, maar wel in missies. Ik start de missie Titan of a Job even op. Doe ik ook even wat vooruit te spoelen. Yep. Oké, Titan of a Job. Alle missies werkt het in, behalve zoals genoemd, de heist. Daar wil hij niet in werken.
We hebben geen auto bij ons. We doen hetzelfde als net, request personal vehicle. Vehicles, request personal vehicle. Nou. En dan kan je dus in deze missie kan je dus deze loerende gebruiken. Of die andere, ja, het is maar net welke je vernietigd hebt. Die blijft als personal vehicle om je heen hangen. Dus zoals gezegd, hij blijft om je heen zitten zolang je van sessie wisselt. Hij blijft steeds bij je. Alleen als je je GTA afsluit of een persoonlijk voertuig mee naar buiten neemt, bij een garage, dan zal deze verdwijnen. Kan je niet meer gebruiken, kan je niet meer oproepen. Dan zal je de glitch opnieuw moeten uitvoeren. Maar tot die tijd kun je alle sessies gewoon gebruik maken van dit fantastische voertuig, want dat is het wel. Het is echt een aanwinst voor GTA. En ik hoop op deze manier dat jullie het wat vaker kunnen gaan gebruiken. Oké, nou, dat was een kort videootje. Hopelijk hebben jullie er wat aan. Ik zeg, Daddy Cool is signing out. Till next time. Ciao.